De gevangenis op Curaçao, gebouwd in 1960, heeft plek voor 750 gedetineerden. Momenteel is de gevangenis overvol, maar zo'n 250 cellen zijn niet in gebruik. De laatste 4 jaren hebben we problemen met riolering. Voordien hadden we ook problemen met riolering in de gevangenis. Dat was in het jaar 2000 of zo. We hebben toen de gevangenis gerestaureerd en een nieuw bouw erbij. Maar we kunnen niet verder gaan met onderhoud, grote onderhoud, maar we praten over miljoenen. De afzonderingscellen zijn pas gerenoveerd naar aanleiding van een plan van de Curaçaose en Nederlandse overheid. Geruchten over speciale VIP-ruimtes voor gedetineerden ontkracht de gevangenisdirecteur. Nee, er is geen VIP-ruimte in de gevangenis. Ik heb dat ook gehoord. Wij zijn bezig met wat vroeger de afzondering was. Wij zijn bezig nu die afzonderingsgedeelte te restaureren. Eind december moeten alle cellen klaar zijn.